Welkom bij het Haagse Historisch Museum. Het Haagse Historisch Museum heeft als een van de meest bijzondere voorwerpen een poppenhuis. Een echt topstuk, zoals wij dat noemen. Het poppenhuis noemen we een voorwerp, een object met een moeilijk woord. Maar in het poppenhuis staan weer allemaal kleine voorwerpjes. Zo is ons topstuk een soort schatkamer, vol met allemaal kleine topstukjes. Het poppenhuis is gemaakt door Lita de Ranitz in het jaar 1910. Het is dus meer dan 100 jaar oud. De buitenkant is gemaakt door een timmerman. Je ziet dat het huis 6 kamers heeft, een dak en 2 zolderramen. En als je naar binnen kijkt, zie je dat er heel veel meubels en andere voorwerpen in het huis staan. Zo zagen huizen van rijke mensen in Den Haag er in die tijd uit. Lita heeft namelijk haar eigen huis zo goed mogelijk nagemaakt. Het is geen fantasiepoppenhuis. Zoals gezegd zijn de kleine voorwerpen in het huis eigenlijk allemaal kunstwerkjes op zich. Houten voorwerpen zijn door echte houtsnijders en meubelmakers gemaakt. En de zilveren voorwerpen, zoals de kandelaar op tafel, de open haardstellen en het servies op de eettafel, door een echte zilversmid. Deze dingen kon Lita niet zelf en ze wilde er alles er net zo uit laten zien als bij haar thuis. Wat in dit poppenhuis vooral erg speciaal is, zijn de miniatuurschilderijtjes die in het huis hangen. Bekende kunstschilders, waaronder ook de man van Lita, Willem Tholen, hebben hun echte grote schilderijen in het klein nagemaakt. Van Willem Tholen hangt er een schilderijtje dat heet Havengezicht te Enkhuizen met Dromedaris. Als je de kamers bekijkt, zie je een salon, oftewel een deftige woonkamer, een badkamer, slaapkamer, keuken, een gemeubileerde hal en een deftige eetkamer. In de hal zie je gemakkelijke stoelen staan, er liggen boeken en er staat een schaakspel. Deze kamer was vooral voor de ontspanning. Als er bezoek kwam, gingen ze naar de salon. Wat verder opvalt aan dit huis is dat er verschillende moderne snufjes te zien zijn. Er is bijvoorbeeld elektrisch licht, een lichtbad in de badkamer, een telefoon, een centrale verwarming naast de open haarden die je kan zien. Ook was er warm en koud water uit de kranen. In andere delen van Den Haag, waar de minder rijke en arme mensen woonden, waren deze dingen nog niet beschikbaar. Lita heeft veel dingen zelf gemaakt voor haar poppenhuis. En ze heeft dus dingen laten maken door vakmensen. Maar ze heeft ook kant-en-klare voorwerpjes gekocht. Dit deed ze overal in Europa. Ze ging daarvoor op reis met haar goede vriendin Marie. Heel graag reisde ze bijvoorbeeld naar Londen en naar Parijs. In Londen heeft ze in 1920 een paar Japanse miniatuurmeubeltjes gekocht. Ik zal jullie een paar andere voorbeelden laten zien van dingen die ze in het buitenland gekocht heeft. De koperen klok komt uit Duitsland. De stofzuiger in de keuken ook. Het tafeltje in de hal met opgegraven amuletjes komt uit Egypte. De badkuip komt uit Engeland. De vitrinekast in de salon met het porselein komt uit Frankrijk. De emmer in de keuken heeft Marie in Stockholm gekocht. En het tafeltje in de salon komt uit China. Door dit poppenhuis kunnen we veel leren over hoe rijke mensen in Den Haag 100 jaar geleden leefden. Het poppenhuis vertelt ons een stukje van dit verhaal. Daarom laten we het graag aan jullie zien.